Welkom bij een nieuwe video van ABC Business. In deze video gaan we het gebruik van rapportageschema's bespreken, hoe je die in kunt stellen en hoe je ze aan kunt passen. Om een beter beeld te krijgen van hoe een rapportageschema in elkaar zit, gaan we eerst even beginnen bij de boekhoudinstellingen. Bij de boekhoudinstellingen kunnen we namelijk aangeven welke rapportageschema's worden gebruikt voor de balans, de resultaatrekening en eventueel voor de cashflow. Bij de boekhoudinstellingen kan worden ingesteld namelijk welke rapportageschema's worden gebruikt voor de balans, resultaatrekeningen en eventuele andere rapportages. Het is daarom belangrijk dat deze rapportageschema's op deze instellingen goed staan. Standaard zullen ze ingesteld staan op M-saldo en M-result bijvoorbeeld. Gaan we nu even zoeken op de rapportageschema's. Dan zullen we die hier nog terugkomen. M-result en M-saldo. Zoals je ziet zijn er ook een hoop andere rapportageschema's die door het systeem heen gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor de cashflow afschrift of de gegevens die je gaat voor de cashflow. Die je dan weer terug gaat zien op het beginscherm. Deze rapportageschema's zijn allemaal door het systeem aangemaakt. Dat betekent dus ook wanneer ik een rapportageschema wil bewerken, dat ik de vraag krijg of eigenlijk de opmerking krijg dat het rapportageschema door het systeem automatisch kan worden bijgewerkt en eventuele wijzigingen daarbij dus overschreven kunnen worden en daarmee ook een kopie wil maken. In dit geval kies ik even voor nee. We krijgen nu de inhoud van een rapportageschema te zien. Zoals je ziet is een rapportageschema opgebouwd uit verschillende regels en elke regel geeft een bepaald type gegeven weer. Bijvoorbeeld de eerste twee regels zijn opwerkingsregels en geven dus enkel tekst activa en vlotten activa terug. Wanneer we daar naar onder toe gaan en we kijken bij banken, debiteuren, vooruitbetaalde uitgaven, dan zien we dat achter deze regels ook een samenstelling staat. Op deze manier weet het systeem dus dat voor de afdrukken van het bedrag op deze regel moet de samentelling 10.000 tot en met 11.800 worden gebruikt bij de banken bijvoorbeeld. Het systeem weet dit door gebruik te maken van de grootboek rekeningcategorieën. De grootboekrekeningcategorieën worden uiteraard weer gekoppeld aan een grootboekrekening, waarmee het systeem dus weet welke rekening bij welke categorie hoort. En wanneer het de rapportageschema's gaat maken, maakt het systeem de rapportageschema's aan de hand van de grootboekcategorie. Gaan we dan ook even terug en zoeken we op GB rekeningcategorieën. Dan zien we hier diezelfde informatie terugkomen. We zien activa, vlotten activa, bank, debiteur, etc. Met daarachter de genoemde grootboekrekening. Op deze manier, zoals ik eerder al zei, weet het systeem dus wat de koppeling is tussen de categorie en rapportageschema. Het aanpassen van zo'n categorie kan eenvoudig worden gedaan op de grootboekrekeningkaart. Kijk bijvoorbeeld bij het gedeelte van de bank. Dan zien we hier de subcategorie alle bank staan. Openen een kaart. Dan zien we dat de rekeningcategorie activa is en de subcategorie bank. Zou ik hier nu de subcategorie weghalen, dan krijgen we bovenaan nu ook de vraag dan te zien dat de grootboekrekeningcategorie gewijzigd en dat daarmee de rapportageschema's die worden gebruikt opnieuw berekend moeten worden. Zodra we de rapportageschema's opnieuw laten genereren, krijgen we ook de vraag of we de bestaande willen behouden en nieuwe willen maken, of dat we de bestaande willen overschrijven. Let hierbij dus ook op, als we dadelijk een aangepast rapportageschema gaan maken en je gaat aanpassing doen in grootboekrekening, dat je hier de juiste keuze maakt. Wil ik de bestaande behouden, maar de nieuwe langs maken, of ga ik de bestaande overschrijven? In dit geval kies ik even annuleren. En typ ik hier weer terug in bank. Omdat ik nu eigenlijk geen wijziging heb gemaakt, kan ik de melding simpelweg negeren. Nu dat er een basiskennis is van hoe de rapportageschema's werken, kunnen we beginnen met het aanmaken van een rapportageschema. Hiervoor navigeren we weer naar rapportageschema. En kunnen een nieuw rapportageschema maken.
We kunnen beginnen met een nieuw rapportageschema te kopiëren of een bestaande te kopiëren, of we kunnen een volledig lege gaan maken. Om een rapportageschema te kopiëren, gaan we op het rapportageschema zelf staan en kiezen voor rapportageschema kopiëren. We kunnen ook kiezen voor rapportageschema bewerken, omdat we op dat moment de vraag krijgen om rapportageschema te kopiëren. Let erop dat bij het bewerken de vraag voor het kopiëren enkel naar voren komt wanneer het rapportageschema ingesteld staat bij de boekhoudinstelling. Heb je een rapportageschema gemaakt, maar niet gekoppeld in de boekhoudinstellingen, dan zal de vraag voor het kopiëren niet naar voren komen. Ik ga dus bij deze rapportageschema direct kopiëren. Ik geef de nieuwe naam op. En ik zeg ook oké. Zoals je nu ziet, krijg je de melding dat het rapportageschema aangemaakt is. En zie je hem onderaan in de lijst staan. Ik klik op de regel. En ik zeg rapportageschema bewerken. Het rapportageschema is 1-op-1 overgenomen en kan dus nu gaan aanpassen. Ik kan bijvoorbeeld aangeven dat ik deze regel, dat die maar tot 11.500 opgenomen moet worden. Zo kan ik andere aanpassingen ook aanmaken. Ik kan categorieën bijmaken, ik kan de categorie uithalen, ik kan ze samenvoegen, etc. Let erop dat wanneer ik nu een aanpassing doe in het grootboek, dat categorieën daardoor niet automatisch worden doorgevoerd op deze rapportageschema. Dit wordt enkel gedaan bij de rapportageschema's die zijn ingesteld bij de boekhoudinstelling. Om een nieuwe regel toe te voegen, kan ik simpelweg op de 3 puntjes klikken en zeg ik nieuwe regel. Daarbij wordt de regel boven de regel aangemaakt die ik juist aanklikte. Om een grootboekrekening te kiezen, kan ik simpelweg het grootboekrekeningnummer invullen of ik kan op de 3 puntjes klikken om vervolgens te gaan en uit de overzicht te kiezen. Ook hier kan ik bovenaan zoeken. Wanneer ik kies om op de 3 puntjes te klikken, kan ik enkel 1 grootboekrekening aangeven. Wil ik dus meerdere aangeven, moet ik alsnog even gebruik maken van het verticale streepje, het of-teken, of de 2 puntjes om een reeks aan te geven. In dit geval wordt voor de grootboekrekening 1600 en 1601 taak afgedrukt op de regel van de crediteur. Zoals je ziet is de uitleiding in dit geval niet meer zo netjes. Het nieuw aangemaakte regel wordt namelijk helemaal links uitgelijnd. Om dit te corrigeren, klik op de 3 puntjes en zeggen we inspringen. Op die manier zie je dat de regel steeds een stukje verder naar rechts wordt ingesprongen. Sluit ik nu deze rapportageschema, dan kan ik via overzicht zien hoe de rapportageschema eruit zal zien en welke gegevens getoond zullen gaan worden. In dit geval zie je dat de crediteuren netjes worden weergegeven en dat er een saldo beschikbaar is. Klik ik door op dit saldo, dan zie je welke rekeningen daarbij worden gebruikt en kan ik per rekening zien wat het saldo is. In dit geval is het volledige bedrag toegewezen aan de rekening 16.000. Klik daar verder, dan zien we alle posten die daarbij horen. Dus op die manier kun je met het rapportageschema simpelweg door je rekeningen en door je posten heen klikken. Naast dat je op het rapportageschema de regels kunt bewerken, kun je ook de kolommen aanpassen. Bij het bewerken van de kolommen moet je wel even in de gaten houden dat hier een aantal standaard kolomindelingen voor worden gebruikt. Zo zie je dat zowel bij M-saldo als bij M-saldo 2 beide de kolomindeling M-saldo worden gebruikt. Ga ik dan ook de kolomindeling bewerken, dan zien we dat hier automatisch de kolomindeling M-saldo komt te staan. Dit betekent dat alle rapportages waarbij ik de kolomindeling M-saldo gekoppeld heb, ook automatisch deze kolomindeling gaan hanteren. Wil je dat dit niet gebeurt, dan kun je klikken op de 3 puntjes en kan je hier een nieuwe kolomindeling maken. Bijvoorbeeld M-saldo 2. Zoals je ziet worden we nu gepresenteerd met een volledige kolomindeling. We kunnen hier aangeven welke kolomkoppen we willen.
dus bijvoorbeeld saldo. De kolom soort is in dit geval beginsaldo. Ik wil dit van de post hebben en ik wil dat hier een netto bedrag wordt getoond. Verder wil ik dat deze altijd wordt weergegeven en dat er geen afrondingsfactor wordt toegepast. Daarnaast kan ik aangeven wat de mutaties moeten zijn. Ik begin dus met de kolomkop mutatie. Ik zet de kolom soort ook op mutatie. Wederom kies ik voor posten en zeg ik dat dit een netto bedrag moet zijn. Nu kan ik in dit geval ook een combinatie gaan maken van optelling tussen het saldo en de mutatie om een eindstand te krijgen. Hierbij kan ik aangeven eindsaldo. En kan ik eventueel kiezen voor saldo tot met datum. Dat geeft het einde van het jaar. Of ik kan kiezen voor formule. Om gebruik te maken van een formule moet ik wel even de nummers of de kolommen nummeren. Dus in dit geval kies ik voor K1, K2 en K3. Bij formule ga ik aangeven welke kolommen ik bij elkaar opgeteld heb. In dit geval wil ik K1 en K2 bij elkaar opgeteld hebben. In dit geval heb ik dus op deze manier een nieuwe kolomindeling gemaakt. Ga ik nu even terug, dan zien we dat die kolomindeling nog niet gekoppeld is. Hiervoor kies ik bovenaan het lint op lijst bewerken en geef ik aan dat ik voor balans 2 ook kolomindeling tegen wil hanteren. Ga ik nu terug en ga ik de balans uitvoeren. Dan zien we dat we nog worden gepresenteerd met de oude balans en de oude indeling. Dit komt omdat op de boekhoudinstellingen nog niet de juiste rapportage gekoppeld is. Ik sluit daarom de balans en ik ga opnieuw terug naar de boekhoudinstellingen. Hier kan ik dus aangeven welk rapportageschema wordt gebruikt voor het opmaken van de balans. Hierbij kies ik balans of saldo 2. Ik ga terug naar het begin en ik voer opnieuw de balans uit. Ik geef weer de begindatum op, de einddatum en ik klik op volgend. Zoals je ziet zijn nu de kolommen getoond zoals we die ook hebben aangemaakt en zien we de regel crediteuren terugkomen. Verder zien we dat het eindsaldo de optelling geeft tussen het saldo en de mutatie. Op deze manier kun je dus zelf heel divers en heel dynamisch je eigen rapportages en kolomindelingen maken voor een reeds bestaande rapportage. Zou ik nu teruggaan naar het rekeningsschema en hier een aanpassing in doorvoeren? En ik zou klikken op de optie om de rapportageschema's opnieuw te genereren, dan zal onze bestaande rapportage die we zojuist hebben aangepast worden overschreven door de nieuw of de reeds bestaande systeemrapportage. Dit komt dus omdat de rapportage ingesteld staat bij de boekhoudinstelling. Nogmaals, let hier dus even op wanneer je aangepaste rapportage gaat maken, dat je het genereren van de rapportageschema's niet zomaar doet, of dat je bij het genereren aangeeft dat je de bestaande wilt behouden en enkel nieuwe wilt aanmaken. Hopelijk geeft dit meer inzichten in het gebruik van de rapportageschema's, de grootboekrekeningcategorieën en de combinatie tussen twee hoe dit door het systeem wordt gebruikt. Wil je nu meer weten over andere onderdelen van Business Central? Kijk dan even de andere filmpjes op YouTube.